Hallo, met Alyssa en leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Eindelijk na uren en uren op de luchthavens, als je niet weet waar ik het over heb, bekijk dan zeker even deze video. Waren we op het vliegtuig en aangekomen aan onze eindbestemming, dus we deden de deuren open en dit is even een kleine roomtour. Het is niet het speciaalste huisje, maar het is gewoon prima om gewoon te overnachten. Het had een supermooie achtertuin die wel bergaf ging. Het eerste dat we hebben gedaan toen we waren aangekomen is naar de supermarkt gegaan, want we hadden geen eten, dus we hebben daar even een paar dingetjes geshopt. Deze supermarkt was zo leuk, ze hebben daar zoveel lekkere en speciale dingetjes van Italië. Echt waar, ik hou van deze supermarkt. Omdat we zo moe waren van dit avontuur, zijn we letterlijk gewoon even gaan slapen. Daarna hebben we lekker avondeten gegeten en we zijn de buurt een beetje gaan verkennen, zoals het zwembad. Geloof me, hier gaan we nog veel in zitten. Toen was het tijd om te slapen. De volgende ochtend zijn we op pad gegaan naar Peschiera, een supermooi stadje eigenlijk in Italië, dichtbij Verona. Het was echt mega mooi en het ligt vlakbij het Gardameer, dus je had een supermooi uitzicht over heel het meer. En ook echt een prachtig uitzicht op de bergen. We hebben eigenlijk gewoon wat geshopt. Ik heb een enkel bandje geshopt. En we hebben nog wat magneetjes gehaald. We hebben nog wat rondgezocht in andere shopjes. En we hebben een terrasje gedaan. We waren van plan eigenlijk gewoon ergens te drinken. Maar we hadden toch wel een beetje honger. Dus we hebben toch nog een klein snackje gepakt. Toen we heel dicht waren bij het Gardameer, stond er zo een verrekijker. Dus ik heb daar een muntje in gedraaid. Maar het sloeg eigenlijk wel een beetje tegen, want de verrekijker had niet zo heel goed beeld. Wij zagen soms allemaal van die standjes met boottrips. En het leek me wel leuk om een boottrip te doen, dus daar zijn we ook ineens gaan voor informeren. We hebben een terrasje gedaan dicht bij het Gardameer en daarna zijn we nog wat gaan shoppen. En ik had echt dringend een bikini nodig en die heb ik ook gevonden. Daarna zijn we gelato gaan eten, iets typisch van Italië. Dat is eigenlijk gewoon hoe wij ijs kennen, maar dan bij hun zonder vet in. Maar als ik eerlijk ben, ik vind gewoon ijs wel iets lekkerder. Op de terugweg naar huis zijn we nog even de supermarkt gepasseerd, want we hadden geen drinken meer in huis. Toen we naar huis aan het wandelen waren, zag ik ook nog een kat. Toen gingen we avondeten en moest er nu toevallig een McDonald's in de buurt zijn. Dus we zijn McDonald's gaan eten. Een beetje erg als je dan in Italië bent om McDonald's te eten. Maar als je een Happy Meal zou bestellen, krijg je een super schattig knuffeltje. Ik was mega benieuwd welke ik had. En ik had de axolotl gekregen. Eigenlijk is dat gewoon Mrs. Pinky. Ik was er mega blij mee en het eten was ook super lekker. Toen zijn we met een volle maag terug naar huis gegaan en heb ik nog een kat tegengekomen. En toen was het tijd om te slapen. Volgende dag was een zwembaddag. We zijn met allemaal lekkere snacks en eten naar het zwembad gegaan en we hebben daar gechilled en gezwommen. Het is daar een gezamenlijk zwembad, maar eigenlijk best wel rustig. Ik had trouwens ook een floatie gekocht. Na het zwembad hebben we ons klaargemaakt om naar een restaurant te gaan om typische pizza van Italië te gaan eten. Het was echt een supergezellig restaurantje en iemand kon er zelfs Nederlands spreken, dus dat was superleuk. Ik had een pizza calzone besteld en een iced tea. Een pizza calzone is eigenlijk gewoon een salami pizza, maar dan met nog een klein beetje meer toppings. Het eten was echt super lekker, zeker aan te raden. En we hebben daarna ook nog een dessert gepakt. Ik had aardbeien gelato met een chocolade lava cakeje en wat slagroom. Super lekker. Toen zijn we terug naar huis gegaan en echt waar, mijn buik ontplofte. Ik had mega veel gegeten. Toen ik thuis kwam merkte ik trouwens dat ik mega hard verbrand was door bij het zwembad te gaan zitten. Maar maak je niet druk, ik ben roos, dus dat gebeurt wel vaker. Ik had me nogthans echt super goed ingesmeerd met factor 50, maar oké.
Toen gingen we slapen, maar opeens hoorden we grote knallen en er was blijkbaar boven het Gardameer vuurwerk. En dat konden we echt supergoed zien vanuit de achtertuin. Daarna zijn we echt gaan slapen. Een nieuwe dag. Ik was trouwens helemaal niet meer zo hard verbrand, dus ik was mega blij. Maar het deed alsnog wel een beetje pijn. Het was super warm buiten, dus ik heb me zo goed mogelijk proberen te beschermen tegen de zon. Daarna zijn we onderweg gegaan terug naar de supermarkt voor ineens eten te kopen voor heel de week. Kijk trouwens, al deze lekkere gebakjes. Oh my god. De typische olijven van Italië heb ik in ons winkelmandje gedaan. Samen met nog wat slaatjes voor in de ochtend. En we hebben super lekker ontbeten. Kijk, oh my god, deze dessertjes. Oh my god. Ik krijg gewoon weer honger als ik er naar kijk. Daarna zijn we met de olijven terug naar het zwembad gegaan en met nog wat snacks. En dan hebben we weer lang gechilled aan het zwembad. Als dessert heb ik in de avond moosje gegeten. Maar nee, ik weet niet wat ik ervan vind. Het is een beetje raar. Toen zijn we gaan slapen en dan hebben we in de ochtend weer super lekker gegeten. En daarna hadden we echt super leuke plannen. We gingen namelijk naar Sea Life en naar Gardaland. Als je niet weet wat dat is eigenlijk gewoon een pretpark van Italië. Het was alleen zo lang stappen en het was zo warm, echt niet normaal. Maar we zijn er geraakt en we zijn eerst naar Sea Life gegaan. Dit hoorde eigenlijk een beetje bij Gardaland, maar ook weer niet, want het was elke soort van apart. Maar we konden hier allemaal visjes bekijken, kwallen bekijken, we konden haaien bekijken en nog allemaal rare vissen en zelfs gewoon vissen die ik niet kende. Maar dat was echt super leuk, want er stonden allemaal bordjes bij van waar de vissen komen of vaak voorkomen. En dan stond er ook nog een beetje informatie bij, dus dat was eigenlijk heel leerrijk en heel mooi om te zien en heel leuk, ik hou echt van de zee. Op een gegeven moment kon je zelfs onder een soort van tunnel staan. En in die tunnel zaten dan allemaal zeedieren. Maar dat was echt zo cool, omdat dat leek alsof je er zelf in stond. Dat is echt heel cool. En we waren trouwens nog net op tijd voor een zeehondenshow te zien. En dat was echt zo cool. Zeehondjes zijn zo schattig. Doe even een duimpje omhoog als je respect hebt voor deze zeehondjes. Ik vind het zo cool om te zien dat die zoveel trucjes kunnen. En dat is echt zo cool. Ik wil zelf ook een zeehond. Daarna zijn we in de Sea Life shop gekomen. We hebben een magneet gekocht, een sleutelhanger en 3 leuke bandjes voor iedereen. Daarna passeerde ik bij een grijpkraan en ze hadden daar zoveel schattige zeediertjes en ik wou er heel graag eentje hebben, dus ik heb het geprobeerd 3 keer, maar het ging echt gewoon niet. Toen was het tijd voor Gardaland zelf, eigenlijk gewoon een attractiepark. Maar buiten dat was er ook nog Peppa Bigland. Oh my god, wie wil daar nu niet komen? Het was zo schattig, zo leuk ingericht. Daarna zijn we een terrasje gaan doen en we hebben een ijsje gegeten. Ik ben in superveel attracties gegaan, alleen het was een heel klein beetje moeilijk om te filmen, omdat ik eigenlijk gewoon niet in een attractie kan filmen, want dan ben ik bang dat ik mijn gsm verlies. Als jullie allemaal abonneren, dan zorg ik ervoor dat ik een GoPro koop en dan kan ik daarmee onder water filmen en in attracties. En dan kan ik uiteraard ook in de waterattracties filmen. Het was trouwens super mooi weer, maar iets te mooi weer eigenlijk, want het was zo warm dat je het bijna niet kon uithouden en dat we bijna alleen maar waterattracties hebben gedaan. Maar het was echt super leuk. Ik raad het echt aan. Als je in Verona bent, ga dan alsjeblieft naar Gardaland. Het is mega leuk. We zijn gaan avondeten. We hebben ribbetjes met patatjes besteld. Echt waar, de lekkerste ribbetjes en patatjes die ik ooit heb gegeten. Jammer genoeg was het 11 uur 's avonds en sloot het park, dus we moesten wel weg. Anders had ik er denk ik nog wel even gebleven. En we zijn terug de Peppa Bigland voorbij gekomen en we zijn in de shop een knuffeltje gaan kopen. Oh, ik vind het zo jammer dat we naar huis moesten. Ik wou echt langer blijven. Maar mijn voeten deden ook heel veel pijn, dus ik was ook wel blij om te gaan slapen.
Het was weer ochtend, ik heb een yoghurtje gegeten en daarna zijn we weer naar de supermarkt gegaan voor nog wat eten te kopen voor de twee laatste dagen. En we hebben wat zakken pasta meegenomen voor mee te nemen naar huis. En we hadden gewoon weer een zwembaddag en daarna hebben we ons weer opgemaakt om weer naar een restaurant te gaan. En ook weer naar een pizza-restaurant. Uiteraard, we zijn in Italië, we moeten pizza en pasta eten. Het was trouwens echt de lekkerste pizza, denk ik, dat ik ooit op had. Het was een pizza perla en daarbij heb ik ook een multivitaminesapje besteld. Het eten van de rest zag er trouwens ook echt super goed uit. We hebben daarna ook nog dessert besteld en er waren eigenlijk gewoon 3 soesjes met wat chocoladesaus en slagroom. Toen was het weer ochtend, we hebben mega lekker ontbeten, we hebben allemaal lekkere gebakjes gegeten. We hebben onze koffers trouwens een beetje gemaakt, want morgen vertrekken we alweer. We zijn weer gegaan naar Peschiera. We hebben daar een tartje gedaan en ik heb daar appelsap besteld. In Italië hebben ze echt zo'n lekkere appelsap. Toen zijn we terug naar het Gardameer gegaan, want we hadden dus een boottour geregeld. En dat was echt super leuk. We zijn rond de stad Sirmione gevaren. Dat ligt heel dichtbij bij Peschiera, dus dat was ongeveer 2 uurtjes. Dat was echt zo mooi, ook zeker aan te raden. Daarna hebben we weer een terrasje gedaan en ik heb iced tea besteld. En we zijn daarna weer gaan shoppen en ook voor wat souvenirs. We wouden ook zeker souvenirs kopen voor degene die nu op Masha aan het passen is. Toen zijn we een shopje binnengewandeld met handtassen en toen lag daar zo'n schattige kat en je mocht die gewoon aaien. Oh, dat is zo cute. Toen zijn we gewandeld naar een restaurant om weer te eten. En we waren letterlijk aan het eten op het Gardameer, want het was eigenlijk een soort van vlot. Je werd alleen een beetje duizelig, want het vlot ging heel de tijd op en neer door het water. Maar goed, ik heb een pasta besteld en ik heb trouwens stiekem alle eendjes en zwanen eten gegeven van het brood dat ze ons hadden gegeven. Maar ik denk wel dat ze het lekker vonden. Ik heb ook een appelsiensapje besteld en deze was ook weer zo lekker. De eendjes werden op een duur wel iets te agressief door het brood. Toen zijn we naar huis gewandeld voor de allerlaatste keer, jammer genoeg. We hebben onze koffers gemaakt. Ben ik trouwens de enige die altijd bang is dat ze iets vergeet? Toen zijn we gaan slapen en het was ochtend en zo triestig, laatste keer dit uitzicht. We hebben onze koffers toegemaakt en het was tijd om te vertrekken. De taxi stond klaar, dus we zijn in de taxi gestapt. We hebben voor de laatste keer de mooie bergen gezien van Italië. En toen waren we aangekomen aan de luchthaven van Verona. We hebben onze koffers weggedaan. We zijn in het busje gestapt. En voor we het wisten zaten we alweer in het vliegtuig op weg terug naar huis. Het was trouwens een supergezellige vlucht en we zijn helemaal veilig aangekomen. Ik zie jullie volgende week weer bij een creatieve video.